Vrijdag 30 juni contracteerde Heracles Almelo een nieuwe speler, namelijk Yamiro Montero. En de middenvelder komt over van Cambuur en tekent hier in het Polmanstadion voor minimaal 3 seizoenen. Yamiro Montero is juist gepresenteerd als kerstverse aanwinst van Heracles Almelo. Hoe is dat nou? Ja, ik ben hier ontvangen met een hele heerlijk gevoel eigenlijk. Na mijn eerste dag toen ik hier een gesprek had, voelde ik me direct goed. En vandaag was dan de dag dat ik de contract ging tekenen. En ja, het is gewoon een lekker gevoel eigenlijk. Ik ben een speler die een goed techniek heeft. Goed overzicht. Spelen die graag het spel wilt maken. Ik kan steekpasjes geven. En ja, ballen afpakken is ook mijn, waar ik ook goed in ben. En het scoren, ja. Dat mag wel nog wat beter. Hoe kijk je dan vooruit hier volgend seizoen? Hoe ik naar kijk, ja, dat het een goed seizoen moet worden. Persoonlijk sowieso. Als team ook, dat is zeker belangrijk. Maar ik hoop dat ik een belangrijke speler word voor Heracles. De manier hoe zij spelen is de manier ook, die mij zeker ligt. Ik denk dat ik hier prima in pas. En ja, ik hoop dat het een goed seizoen gaat worden. Hij stond al heel lang op ons lijstje. En ja, dan ontstaat iets, daar ga je over praten. In het technische gebeuren bij ons, directie, bestuur bij betrokken. En uiteindelijk kom je tot de conclusie ook met de trainers van ja, dat is een versterking voor ons. Meer informatie, vidoxmedia.nl